Hi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ja, ik zit heel erg te balen hier op dit hoekje van de bank. Ik zou eigenlijk afgelopen zondag naar Mexico gaan. Maar ik ga niet. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat er dus blijkbaar een hele gevaarlijke mug, de Zika-mug, actief is in eigenlijk heel Zuid-Amerika, Caribisch gebied, nog in veel meer delen nog van de wereld. Die mug is heel erg gevaarlijk voor wanneer je zwanger bent. Ik belde de verloskundige om voor de zekerheid even een vliegverklaring aan te vragen. Waarop stond hoeveel weken ik zwanger ben. En dat is allemaal, hè, wanneer ik uitgerekend ben en dat soort dingen. En ze vroeg ook van, nou wat leuk, waar ga je heen? En toen zei ik, ga naar Mexico. Toen zei ze van, oké, Mexico, leuk. Alleen check wel eventjes of de Zika-mug daar niet actief is. Dus dacht ik, Zika-mug, wat is dat nou weer? Dus ik ging daar even goed research natuurlijk naar doen. En wat blijkt, de Zika-mug, Zika-mug is heel gevaarlijk voor wanneer je zwanger bent. En als je niet zwanger bent en je wordt gestoken door deze mug, nou ja, dat is vervelend. Daar kun je best wel ziek van worden. Als je zwanger bent, heeft het wel echt hele nare gevolgen voor je baby. Gewoon zo vreselijk, dat wil je gewoon never, nooit, niet als, nou ja, op het spel zetten natuurlijk. Dus ik ben daar heel erg van geschrokken. Ik zou naar Mexico gaan met Club Med, naar Cancún. En nou was het eigenlijk wel zo dat dat wel een vrij veilige plek is om naartoe te gaan als je zwanger bent. Alleen, ja, het risico wil je gewoon niet lopen. Ook al zeggen ze van dat het daar bijna nooit is gebeurd. Dan alsnog zit je natuurlijk gewoon echt met, nou ja, zo'n stress. En dat ik het heb moeten afzeggen. Zo jammer. We komen er wel een keer. Gewoon wanneer het veilig is. Wanneer ik niet zwanger ben. En wanneer geen nare risico's kunnen lopen. Het is weer een video hier thuis. En we gaan er gewoon het beste van maken. Ik kan toch nog moederdag vieren. Dat is ook wel erg leuk. We kijken wel, we zien het wel. Ja, het is gewoon echt wel eventjes heel erg balen natuurlijk. Goedemorgen. Het is zaterdag en we zijn onderweg naar een eventje van Bugaboo. In de winkel daar voor een ontbijtje en een workshop en weet ik het allemaal. Dus het is wel heel leuk. Dus ja, we zijn weer even terug in onze oude stad. Nou, echt hè? En het begint gelijk goed. Ja, weet je, ik ben gewoon super waakzaam als ik met jullie loop. Ja. En ik steek gewoon over en dan rijdt de vrachtwagen vol gas door de bocht. Ja, is niet leuk, man. Ja, ik weet niet, man. Ik trek dat heel slecht mee. Nou ja, we gaan in ieder geval... Ik ben wel weer gelijk wakker. Dat wel, we zijn wel wakker geschud. Goeie trigger. Zit er weer op je favoriete plekje? Ja, maar ook kan je er zo uit. Ja, iedereen is lente. Ja, het is fijn om alweer eventjes dan weer terug te zijn en onze oude favoriete plekjes even te bezoeken. Ja. Christine Lente blijft altijd onze stamkroeg, zeg maar, hier. Ja, 100%. Daar zaten we dus altijd met z'n tweetjes aan de bar, lekker te hangen. Lekker wijntjes te drinken. En nu zitten we met één kinderwagen. Zometeen zitten we met een draagzak en een kind. Ja. Blijf gewoon lekker doen. Nee. Wat? Ik wil even hier naar een training. Goed. Net mijn kleine boy zijn eerste pakje gekocht. Zo lief, zo zacht, zo klein. Vond je hem ook leuk? Ja, super schattig pakje. Ik laat hem thuis wel even aan jullie zien.
heel leuk vind van het feit dat we niet meer in Amsterdam wonen, is dat als we weer hier naartoe gaan, dat je de stad weer heel anders ervaart. Dus dan ga je echt je favoriete dingetjes doen, zoals lekker bij Festina Lente zitten. En het is zo leuk om dan weer eventjes terug te zijn. En ja, dus dat heeft ook wel weer zo zijn voordelen, dat je dan niet meer hier woont, maar dat je dan weer, dat je het veel op een hele andere manier ervaart. Het is vandaag ook wel echt een super relaxed dagje, man. Ja, zeker. Gewoon een hele relaxed vibe. Ja, zeker weten. Dus we gaan nu even de speeltuin hier opzoeken in het Vondelpark, zodat Eloytje nog even lekker gaan schommelen en zo. Kan lopen. En dan zien we wel wat we vandaag verder nog gaan doen. Ligt ook helemaal aan hem. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Het is vandaag moederdag. Moederdag, mijn tweede moederdag. Zo leuk. Ik weet niet, ik ben vandaag een beetje emotioneel. Ik zit niet zo lekker in mijn vel. En ik weet niet zo goed waarom precies. Want ik ben echt ongelooflijk dankbaar dat ik moeder mag zijn. Van echt het allerleukste ventje van de hele wereld. En dat er nog één in mijn buik groeit. En dat ik dit mag ervaren en dat ik zo'n dag mag vieren. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. En in mijn gedachten zijn ook de mama's in spe, de moeders, de vrouwen die graag moeder willen worden. En natuurlijk ook de vrouwen die geen moeder meer hebben. Die zit ook heel erg in mijn gedachten. Ik vind het altijd wel een dag. Het wordt natuurlijk zo uitgemolken op Insta en op waar dan ook. En het lijkt me gewoon heel moeilijk als je in zo'n situatie zit. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Ik doe eventjes een kleine mini shoplog voor de kleine mini boy. Allereerst, zo'n leuk printje. Het is dus van een Australisch merkje. Garzy en May. Garzy plus May. En ik vind het zo leuk, want ik wil namelijk het kamertje, de babykamer, in toch wel een beetje een jungle-achtig thema gaan steken. Niet al te overdreven hoor, maar meer gewoon de kleuren vind ik leuk. Een beetje het olijfgroen en ik denk een zwart ledikantje. En de rest alles lekker wit, fris, rood dan en misschien een leuk behangetje. Verder heb ik bij, ik kan even nu niet op de naam komen, maar ik zet eventjes de webshop in beeld. Heb ik een hele fijne bestelling geplaatst. En ze heeft het zo mooi ingepakt en zag er zo lief uit. En ze verkoopt hele mooie merkjes en kleding. En het is absoluut een aanrader om daar even op te kijken. Heb ik 2 pakken hydrofieldoeken gekocht. Ja, ik weet niet. Stom is dat. Ik heb natuurlijk heus nog wel hydrofieldoeken van Eloy en... Maar toch, ik weet niet, gewoon een paar frisse hydrofieldoeken is wel lekker. Dus ik heb van Conges Sloyd, als ik het goed uitspreek, heb ik deze gekocht. Dan heb ik zijn allereerste jasje gekocht. Deze van Engel. En ik heb deze ook voor Eloy gehad. En ja, vind ik gewoon echt hele fijne jasjes. Dan heb ik een heel lief pakje van Phil en Vee. Kijk nou dit rompertje. Och, het is allemaal zo klein. Ik kan gewoon niet voorstellen dat het zo klein is. Nu Eloy natuurlijk gewoon echt een kind is, een dreumes. Ben je dat gewend ook, dat gewicht en alles. En straks komt er weer gewoon zo'n heel klein poppetje in je leven. Oh man. En met dit bijpassende broekje. Heerlijk, dit soort pakjes echt. Daar heb je heel veel plezier van de eerste maanden. Dan heb ik deze slofjes. Van het merk Havik. Ik weet niet of ik het Havit. Ik weet niet of je het zo uitspreekt hoor. Maar zo lief. Mooi kleurtje. Dat roest. Ik heb ook dit mutsje gekocht. Maar zo schattig. En dan gisteren
Toen waren we natuurlijk even bij Grey Label. En daar heb ik dit pakje gekocht. En ik denk dat dit zijn eerste pakje gaat worden. Deze is van 1 tot 3 maanden. Ja, ik heb zo'n voorgevoel als hij gewoon wordt geboren op zijn uitgerekende datum. Dat het een lekker groot ventje is, net als Eloy. Eloy heeft denk ik een week maat 50 gehad, maar die paste er eigenlijk al niet in. Die ging echt gewoon regelrecht naar maat 56. Met een bijpassende broekje erbij. En een bijpassend mutsje erbij. Echt niet wachten tot hier gewoon dat kleine mannetje in zit. En ik lekker met hem kan knuffelen. En oh, ja. Oh, oh, oh. De voorpret is zo leuk. Echt. En dat is waar ik zo van heb genoten. Ook met Eloy. En waar ik nu ook weer zo van wil genieten. Eloy was ik een stuk ongeduldiger dan nu. Dat komt ook omdat de tijd nu natuurlijk veel sneller gaat dan toen ik zwanger was van Eloy. Maar ook wel dat het een stuk zwaarder is dan de vorige keer. Ik heb bijvoorbeeld echt Barcelona heel erg onderschat. Want ik heb heel veel last van mijn bekken. Het deed echt heel, heel veel pijn de afgelopen 2 dagen. Het is nu inmiddels weer wel weer minder. Sowieso gaan we niet meer een citytrip doen de komende tijd. Maar ik ga gewoon lekker rustig aan doen. En wie weet dat we nog een lekkere strandvakantie kunnen boeken. Dat hoop ik. Ja, dus dat. Goedemorgen lieve allemaal. Het is vandaag maandag. En ik heb vandaag een iets betere dag dan gisteren. Gisteren had ik gewoon echt een off day op moederdag. Stomme timing. Maar we hadden het eigenlijk alle drie. Milan had een off day. Eloy ook. Die zat ook echt niet lekker in zijn vel. Dat merkte ik echt al meteen toen hij wakker werd. Dus we hadden alle drie niet echt onze dag gisteren. Vanochtend liet Milan mij heel lief uitslapen. Een soort van moederdag vandaag eigenlijk. dus ik heb tot 10 uur geslapen vandaag. Nou, ik voel me gewoon een compleet ander mens. Ik ben gisteren ook om 11 uur gaan slapen. Dus ik heb gewoon bijna het klokje rond geslapen. Heerlijk. En ja, Eloy die is ook weer helemaal zichzelf. En Milan die is nu de deur uit. Die is naar Amsterdam. Ik ga zo meteen ook naar Amsterdam. En ja, we zitten weer helemaal goed in ons vel. Ik zit nog steeds in mijn ochtendjas. Ik heb Eloy net naar bed gebracht. Het is nu 11:30. Ik ben ondertussen wel bezig met mijn mailbox en alvast een gedeelte te editen van deze vlog, want ik ben er altijd veel te laat mee. Dus ik dacht, nou weet je, als ik iedere dag gewoon even een stukje edit, dan scheelt het weer een hele hoop tijd. Dus ja, dat ben ik aan het doen. Dus ik heb wel een redelijk productieve ochtend. Ik ga nu lekker even onder de douche aankleden. Het is super lekker weer. Dan ga ik zo meteen naar Amsterdam toe. Ik ben morgen trouwens 25 weken zwanger. En dit is nu de buik. Flink buikje al wel, hè? Wat trouwens echt een soort van gouden regel is. Voor degenen die misschien nog niet zwanger zijn geweest. En dat niet weten. Maar wat mijn grootste irritatie is tijdens een zwangerschap. Zijn de ongevraagde meningen over je buik. Dus de een die zegt, jeetje Mina, weet je zeker dat er geen 2 in zitten? Of zo, jij hebt al een flinke buik voor 6 maanden. Of, nou, mijn buik was veel boller toen ik 6 maanden zwanger was. Ik zeg maar even iets. Het is zo vervelend, echt. Dus voor degene die dat misschien nog niet weten. Eigenlijk het enige wat je tegen een zwangere vrouw moet zeggen is, het ziet er prachtig uit. Het heb je een mooie buik. Het is fijn dat alles goed gaat. En wat een geluk dat je een kindje mag dragen. Iets in die trant. En je hoeft echt niet per se iets over de buik te zeggen. Echt niet. Want de een die is er vet onzeker over. Die zou misschien wel graag een bollere buik al willen. Weet je wel. Je hoeft er geen ongevraagde mening over te geven. En als iemand dan zegt van ja, wat ben jij enorm. Jeetje Mina, moet jij nog tot augustus? Zo. Ja, dan, ik kan daar gewoon niet tegen. Ik vind dat zo vervelend. Ik ben benieuwd of jullie dit
herkennen voor degene die dit al een keertje eerder hebben meegemaakt. Voor degene die willen weten waar deze jurk van is, als jullie mij al langer kijken op YouTube, dan herkennen jullie deze misschien al van vorig jaar. Het is van H&M Trends. En ik weet nog heel goed, toen ik deze jurk vorig jaar kocht, ik dacht, het was ook echt zo'n ideale jurk geweest voor als je zwanger bent. Niet wetende dat ik een jaar later gewoon deze jurk weer voor het eerst aan heb met een zwangere buik. Zo bijzonder. Zo, daar gaan we dan. Even op naar Amsterdam. Ik heb lekker een spijkerjasje aangetrokken over deze jurk. Het is van de mannenafdeling van ASOS. En deze trui van Cézanne die jullie inmiddels al 5000 keer voorbij hebben zien komen. Waar ik heel veel plezier van heb. Dus ik kan hem op zich wel aanraden. Wat leuk, ik ben hier bij de Bijkorf. En dan verkopen ze dus blijkbaar dit merkje. En ze hebben echt waanzinnig mooie kimonootjes. En allemaal verschillende stofjes die volgens mij ook nog eens allemaal gerecycled zijn. Dus het is een heel mooi duurzaam merk. En ik heb het al online gezien, maar het is zo leuk om nu even al die printjes in het echt te zien. Kijk nou, zo leuk. Ik denk dat deze het gaat worden. Een hele mooie combinatie van stofjes en printjes. Ik ga ze toch eventjes passen voor de zekerheid. Ik vind deze wel echt heel erg mooi qua print. En ook qua silhouet met die pofmouwtjes. En nou ja, buikje past er mooi in. Ik vind dit printje heel erg mooi. En het zijn ook ideale dingetjes zo meteen voor de zomer. Het is lekker luchtig. En ook na de zwangerschap kan ik dit mooi aan. Dus het is of dit printje. Of dit printje. Al is deze wel misschien iets meer in mijn comfortzone. En deze misschien iets minder. Waardoor ik het juist ook alweer leuk vind. Omdat ik niet zoiets echt in de kast heb hangen. Ik vind ze allebei leuk. Maar ik mag er één van mezelf kiezen natuurlijk. Ik ben benieuwd welke jullie denken. Zo, ik ben even ouderwets lekker door mijn oude stadje aan het wandelen. En ik wandel nu de route terug die ik normaal gesproken zou lopen als ik weer terug naar huis zou gaan. Toen we nog op de Prinsengracht woonden. Dus dat voelt wel een beetje gek zo. Van oké, nee, dit is niet meer mijn thuis. Maar toch stiekem ook nog wel. Zo voelt het wel in ieder geval. Maar ik loop nu naar het eventje van Yara toe. Ze heeft een nieuwe schoenencollectie ontworpen. In samenwerking met Fred La Bretonnière. En ik heb al wat beelden gezien. En het ziet er echt super leuk uit. Dit zijn mijn favorietjes. Zo leuk. Je mooie outfit aan. En welke heb jij aan van de collectie? De groene. Oh, super mooi zijn die. En wat zijn jouw lievelingen? Deze, maar ook de basic blauwe met meerdere bandjes. En die hele lage zebra's. Wat je die zo met jeans of met slippers. Oh ja. Alle kanten gedaan. Hallo knappert. Goedenavond. Milan die was ook in Amsterdam voor een shoot. Ja, dus, ik was net klaar om een uurtje te gaan. Ik was net klaar om een uurtje of vijf. Yes. En toen ben ik nog even door de Jordaan gestrold langs ons oude huisje. Heimwee? Ja, ik dacht dat ik mezelf zou gaan pijnigen als ik er langs zou gaan lopen, maar het ging erg mee. Ja, gelukkig. Het was iets van, leuke tijd daar gehad en ik vind het leuk om hier langs te lopen. Maar het is niet dat ik verdrietig was dat ik niet naar huis ging. Gelukkig. We hebben nu eventjes een soort van date nightje. Dat klinkt altijd zo alsof je zeg maar. Ik vind dat zo raar klinken. Het klinkt alsof je altijd super saai bent, maar dat je dan één keer per zoveel tijd eventjes iets leuks doet. Nee, vind ik niet. Oké. Het is gewoon even tijd
echt met z'n tweeën. Oh ja, klopt. Eventjes een quality time. We zitten nu lekker bij de Perla. Dat is de favoriete pizzeria wel hier in Amsterdam. Ah, dat doet pijn als Tony nou dit ziet. Oh ja. Nee. Samen met Passie. Nee, die kijk je echt niet. Okay. Gaat echt niet zitten. En als je dat wel doet, Tony dan. Zo gaat het. Nog even een toetje erbij. Kan lekker erbij, hoor. Toch? Natuurlijk. Ik heb er nog wel plek voor, denk ik. Ik ook. Kijk. Eerst. En toen was het zaterdagavond. Zat ik de vlog te editen. Was die veel en veel te lang, waardoor ik hem een soort van heb gehalveerd. En dus geen eind aan de vlog heb gemaakt. Dus dat ga ik nu heel even bij deze doen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Woensdag komt er dus weer een nieuwe vlog online. Ik heb al heel veel dingetjes gefilmd. Maar de vlog duurde anders echt iets van 40 minuten of zo. Als ik hem helemaal van deze week had moeten editen. En dat is natuurlijk gewoon veel te lang. Dus ik heb hem nu even gehalveerd. Dus woensdag dan staat er weer een nieuwe voor jullie klaar. Dus vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want dan blijven jullie op de hoogte van de nieuwe video's. Horen jullie Milan op de achtergrond driftig PlayStation? Onze zaterdagavond. En dan zie ik jullie woensdag. Dankjewel voor het kijken.